Ja, Rico gewonnen. Nou ja, dat was natuurlijk eigenlijk je doel van de avond. Wat vond je van de atmosfeer? Ja, op zich was goed. Het was leuk. Weet je, een heleboel fans. Voor hem ook, voor mij ook. En ja, het is top, weet je. Ik heb echt genoten. Half bekend Nederland, ringside om de ring heen. Ja, super dankbaar dat iedereen naar de Brabanthal is gekomen vandaag. Ja, je zei al, beide hadden een beetje support. Er was wel wat leuke, op een leuke manier animositeit. Ja. Dat was wel lekker, denk ik, voor jou. Zeker, maar dat is leuk. Kijk, het is, wat ik belangrijk vind, is dat de sport alleen maar groeit. En niet iedereen is Rico-fan, niet iedereen is Ismael-fan, of wie dan ook. Maar waar het om gaat, is dat ze de sport omarmen en dat ze de sport gewoon hartstikke leuk vinden en mooi vinden. En dat ze achter hun persoon staan die ze steunen. En dat is leuk, omdat, ja... Dat vind ik mooi. Speelde voor jou nog mee, want je bent de beste van de wereld, om dan de beste van Brabant te worden in zo'n onder ons? Nee, ja, voor mij. Weet je, ik wil gewoon elke wedstrijd winnen, tegen wie het ook is. Het is gewoon, daarvoor ben ik topsporter. Ik hou gewoon van winnen. Winnen is gewoon leuk. En verliezen is pijn. Letterlijk en figuurlijk. Nou, over pijn gesproken, hij kon wel tegen een stootje, hè, Lazar? Zo, deze man die kan zeker tegen een stootje, echt. Ik heb hem met knieën geraakt op zijn hoofd en hij knipperde niet eens. Dus ja, maar weet je, ik gewoon, wat ik zei ook in de ring, heel veel respect voor hem. Maar deze wedstrijd had ook een extra beladenheid, een niveau, extra dingetje voor mij. Kijk, dit is de handschoenen waar ik mee gevochten heb, die gaan naar Stichting voor Sarah. Het is een klein meisje die met een zeldzame spierziekte. Dus die handschoenen worden geveild, de veiling sluit volgende week. En, dus als je ze wil hebben, je kan erop bieden, voor Sarah.nl. Dus super leuk, weet je. En dat ik dan zo'n wedstrijd en win. En dan ook nog eens aan zo'n mooi goed doel mijn handschoenen kan doneren. Super dankbaar. Dankbaar ook voor de mensen die, want je zei het al, het was goed gevuld ook rondom de ring. Ja. Ook met bekenden van jou, die dan voor jou komen. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ik vind heleboel mensen ook op uitnodiging. Ik heb gevraagd, hey jongens, als jullie willen en jullie vinden het leuk. Dan, en jullie hebben tijd. Jullie zijn van harte welkom. Dus ja, super leuk. Ja, nu moet je op zoek naar iemand die nog tegen jou wil vechten, want ja, je blijft maar winnen. Ja, weet je, uiteindelijk, ze zeggen allemaal dat ze willen, maar op het moment dat ze er staan, dan, of als het moment dat het zover is, dat ze een telefoontje krijgen, is het toch even anders. Maar we gaan het zien. Ja, dan hebben ze in één keer een ongeluk gezien. Ja, wie weet. Dan hebben ze ineens overal last van, mijn rug. Maar ja, we gaan het zien wie de volgende wordt. Ik ga nu lekker even ontspannen, ik ga verhuizen ook, dus daar ga ik lekker volop van genieten. Wel in Brabant blijven, toch? Sowieso twee straten verderop. Thank you.